Een goede houding is belangrijk om een lange fietsrit vol te kunnen houden. Daarom ga ik in deze video laten zien hoe dat je makkelijk het stuur van je fiets kan verstellen. Voor het verstellen van het stuur heb je alleen een inbussleutel maatje 6 nodig en een inbussleutel maatje 5. Het stuur is op 3 mogelijke manieren te verzetten. Je kan deze in hoogte verstellen, je kan de voorbouw kantelen en je kan het stuur zelf ook nog draaien. Bij het verstellen van de hoogte van het stuur is het nodig om eerst het kunststoffen kapje los te maken. Daarna kun je bij de bout die in de stuurpen zit. Deze draai je los en dan is het mogelijk om het stuur van hoogte te veranderen. Let bij het vastdraaien op dat het stuur ook weer recht staat. En doe dan het kunststoffen kapje er weer terug op. Om de voorbouw te kantelen gebruik je de bout die onderop zit. Deze draai je eerst los. Het kan zo zijn dat er best veel kracht nodig is om hem te kantelen, maar dit is niet erg. Bij deze fiets gaat het vrij gemakkelijk. Draai dan de bout weer vast, maar hou er wel rekening mee dat het stuur nog ietsjes terug naar onder zal zakken. Om het stuur te draaien gebruik je de twee bouten die bovenop de voorbouw zitten. Draai deze weer vast als de stand naar wens is. Ik hoop dat het duidelijk genoeg was. Mocht u nog meer vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.